In Elst start vandaag de crisisnoodopvang voor vluchtelingen. De asielzoekerscentra in Nederland zitten vol en de gemeente Overbetuwe heeft besloten voor 3 maanden basisopvang te regelen voor maximaal 120 mensen. En we hebben met het COA afgesproken dat hier een gemengde doelgroepen komen. Dus dat zijn zowel gezinnen als alleen reizende mannen als alleen reizende vrouwen. Zodat we een mooie mix hebben en ook Ter Apel op die manier goed kunnen ontlasten. We hebben afgesproken geen kwetsbare groepen in de zin van zwangere vrouwen of alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Want dat is een specifieke doelgroep. En de andere deel is denk ik breed vertegenwoordigd wat wij met 120 plaatsen goed kunnen opvangen hier. Burgemeester Hoyting Raubos liet in de raadsvergadering over de crisisnoodopvang weten nog een stevige brief te willen sturen aan Den Haag. Na de asielcrisis in 2015 zijn er aanbevelingen gedaan om een extreme vluchtelingenstroom te voorkomen. Maar de politiek heeft dit genegeerd. Even voor alle helderheid, dat gaat niet over het asielbeleid. Hè, want daar hou ik mij als burgemeester of houden wij ons niet mee bezig. Maar wel over alle aanbevelingen die er zijn geweest. Na de ramp in 2015 met de extreme vluchtelingenstroom hebben we allemaal meegemaakt en daarvan kunnen leren. Nou, daarvan heb ik gezegd, daar ik zal met alle liefde duidelijk maken dat dit dus eigenlijk niet nodig was geweest als in Den Haag die aanbevelingen uitgevoerd waren in plaats van in een kast waren gestopt. Ondanks dat er 120 asielzoekers opgevangen gaan worden, hebben in de gemeente Overbetuwe geen heftige protesten plaatsgevonden. Ik krijg brieven en mailtjes over mensen die zich zorgen maken en die denken, hé, waarom moet dat? Maar ik krijg minstens zoveel reacties van mensen die zeggen, goed dat de gemeente dit doet. Of al eerder, waarom doet de gemeente hier niks aan, want wij willen ook een bijdrage leveren. En ik denk dat wij gewoon een gemeenschap hebben die, nou ja, snapt dat de wereld niet alleen uit mooie dingen bestaat, maar dat je ook hoort te helpen, dat je daar een verantwoordelijkheid in hebt. Zowel voor de gemeente Ter Apel als voor de medemenselijkheid van de opvang voor vluchtelingen.